Vraag jij je ook af hoe je van bijvoorbeeld een voetje naar een jambet moet komen? Of vanuit een lipje wat een paar keer beweegt naar flamen? Dat is allemaal shape en daar ga ik jullie in deze video alles over vertellen. Dus vind je dat interessant, dan blijf zeker kijken. Zoals ik zei, we gaan vandaag aan de gang met shapen. Dat is eigenlijk van toepassing op alle oefeningen die je doet. Of dat nou een oefening is zoals de jambet bijvoorbeeld, of je piaf, of je galop. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor een oefening je wil gaan verbeteren. Maar bij alles geldt shaping. Shaping is Engels voor vormen. En dat is eigenlijk wat je met gedrag gaat doen. Je gaat het vormen ofwel schaven net zo lang tot het gedrag precies zo is als jij het graag wil hebben. Een soort van boetseren. Net zoals dat je met een ruw blok beton begint en daar gaat bijtselen en schaven net zo lang tot daar iets moois uitkomt. Nou, dat is eigenlijk wat we ook gaan doen op het moment dat we het paard een oefening willen leren. Dus we beginnen met iets wat eigenlijk nog helemaal geen vorm heeft. En we gaan daar stap voor stap aan schaven tot we uiteindelijk wel komen tot de vorm die wij graag willen. En dat is de wetenschappelijke term binnen de klekkertraining is shaping. Maar we kunnen in het Nederlands gewoon schaven of vormen daarvoor gebruiken. En dat geldt dus eigenlijk voor al het gedrag. En wat is nou belangrijk? Hoe ga je dat doen? En daar is die klikkertraining dus ook heel belangrijk voor. Want klikkertraining gaat echt over gedrag stap voor stap vormen. Het allerbelangrijkste op het moment dat je gedrag gaat vormen is dat je echt een goed beeld hebt in je hoofd van welk gedrag wil ik aan het einde overhouden. Want als je eigenlijk niet weet wat je doel is, waar je naartoe aan het werken bent, ja, dan kom je er natuurlijk nooit, want dan weet je ook niet welke stapjes je moet gaan maken om daar te komen. Dus stel nou, we pakken even het voorbeeld van het voetje wat een jambet moet worden. Wat willen we bij een jambet? We willen dat dat been opgetild wordt, hoog naar voren gestrekt wordt en daar even vastgehouden wordt. Dat is het gedrag waar we naartoe willen. Nou, dan moeten we dat in stapjes gaan opbreken. Nou, wat is de allereerste stap als we naar een jambet toe willen? Dat die voet van de grond komt. Want als die voet dan niet omhoog komt, ja, dan kan die natuurlijk nooit hoog opgetild worden, naar voren gestoken worden en daar gehouden worden. Dus dat is je allereerste stapje. Voet moet van de grond. Daarna wil je die voet wat hoger van de grond. Want als je hem niet hoog optilt, ja, dan kan hij nooit hoog optillen en naar voren te steken. Als hij hem laag blijft optillen, dan gaat hij snel naar het schrapen toe. Als je hem naar voren gaat steken. En toch is dat ook een stapje in het proces. Want als je hem hoog optilt, ja, dan steekt hij nog niet naar voren. Dus dan is dat de volgende stap waar je naar moet gaan zoeken. Dat is het beweging naar voren toe. Dan vinden we dat hoog ook niet meer interessant. Want dan zijn we alleen maar aan het focussen op naar voren toe. En uiteindelijk gaat hij dus omhoog naar voren, langer in de lucht. Dat langer in de lucht ga je dus ook weer stapje voor stapje aan schaven. En dat is dus eigenlijk heel belangrijk. Maak een trainingsplan als je een oefening wil leren. En of dat nou ja, is dat je je paard wil leren om eens in eentje over een hindernis heen te gaan op jouw cue. Of je wil hem leren om een compliment te maken. Of je wil hem leren om te gaan zitten. Het maakt eigenlijk niet uit welk gedrag je wil. Of je nou wil leren om de trailer in te laten lopen. Het belangrijkste is dat je een stappenplan maakt. Waarmee je dus stap voor stap naar het gedrag toe gaat. En dus heel bewust bent, wat is het eindplaatje? En als je dus nog niet weet wat het eindplaatje moet worden, ga dan jezelf laten inspireren door anderen. Ga zoeken op internet, ga foto's kijken, ga video's kijken. Hoe wil je dat het eruit gaat zien en waar wil je naartoe werken? Wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vond in het compliment, of vind eigenlijk. Ik zal hem eens een keertje laten zien. Dat neem ik even mee. Ik vind het belangrijk om te zien waar is het hoofd bijvoorbeeld. Niet tegen Jouke aan. Oh, jij wil even lekker rekken. Ja, lekkere vent. Goed hoor. Ah, Jouke doet het nu al heel netjes. Ik vind het dus niet zo heel erg mooi als hij op zijn knie ligt en het hoofd dan echt naar voren steekt. Ik vind het veel mooier als hij dat hoofd netjes naar beneden houdt. Nou, ik zal nog eens kijken of Jouke hem nog een keer wil doen. En misschien wel. Of misschien Vado. Hoewel hij dat wel iets minder goed geleerd heeft. Goed daar. Waar is je hoofd? Netjes. En je ziet dus dat op waar is je hoofd, dat hij zijn hoofd ook nog eens even wat verder naar beneden beweegt. Nou, dat heb ik ze ook heel bewust geleerd, omdat ik wilde dat ze dus die buiging ook met het hoofd mooi maken. Ik zag paarden die dat wel deden. Ik zag dat mijn paard, vooral jouw kindertijd, dat niet deed. Nou, dat is dus iets waar ik op ga trainen, wat ik ga vormen. En dat doen ze eigenlijk al. Je zag dat je vader zijn hoofd al best netjes hield, maar dat ik op waar is je hoofd dat wel nog een beetje netter kon krijgen. Dat is dus schaven aan je oefening en aan je gedrag. Hoe wil ik het graag hebben? Hoe wil ik dat het eruit gaat zien? En hoe kom ik daar? Wat heb ik gedaan om hem te vragen om dat hoofd daar naartoe te bewegen? Ik heb daar een target gehouden.
En dan de commando erbij, waar is je hoofd? Zodat hij leerde waar ik graag wil dat hij zijn hoofd houdt op het moment dat hij in die oefening zit. Er zijn er twee die nou, en vooral eentje die nou denkt, jee, we gaan wat doen. En ze vraagt wel niks, maar ik doe het toch. Ja, uiteindelijk gaf ik je een tik op je schouder, omdat ik wilde dat je wegging. Maar ik zou ook tegen iedereen niet op de schouder tikken als ze het kennen. Want dan krijg je dus dit. Ik heb eerder ook een video gemaakt over free shaping. En er zit een overeenkomst natuurlijk in shaping en free shaping. Maar het grote verschil is natuurlijk dat woordje free. Free betekent in vrijheid. En dat houdt in dat we het gedrag niet uitlokken. Bij shaping lokken we het gedrag wel uit. Dus waar je in het ene geval gewoon eigenlijk wacht tot het paard uit zichzelf iets doet. En dan kijkt wat wil ik belonen. Ga je in het andere geval wel degelijk kijken van goh, hoe kan ik het paard laten uitleggen wat ik van hem wil. Ik gebruik natuurlijk heel veel shaping. En daarom is free shaping ook leuk voor de variatie. Maar shaping maakt natuurlijk wel weer veel makkelijker om sneller tot je gedrag te komen. Ik hoop dat je hierbij een beeld hebt van wat shaping eigenlijk precies inhoudt. En mocht dat niet zo zijn, laat het me weten in de reacties hieronder. Want ik geef er graag natuurlijk nog meer uitleg over. Dankjewel voor het kijken van deze video. Als je hem leuk vond, vergeet dan niet te doen. Duimpje omhoog. Als je nog niet gedaan hebt, dan zeker abonneren. Want er gaan nog heel veel interessante video's komen over het trainen van paarden. Tot de volgende keer. Doei! Wat moet je nou toch allemaal? Nou, laat maar zien dan. Goed daar. Netjes.